Man, lekker zuipen. Zo! Ik wou net zeggen. Wat? Ja, wat leuk. Ja, joh. Ah. Sorry.
Een uurtje. Jij? Aha. Nee, klopt. Melding. Je hebt geen bedrijf van. Nee, joh. Ik doe hem wel zwaar, de shifter. Het is best wel een gerig gedeelte. Nou, dat is meer de koppeling waar ik aan moet wennen. Ja. Dat er geen switch in zit. Nee, ik heb zeg maar, ja, gewoon die koppeling rechtsonder helemaal. Die gewoon die dat ook even bedoeld is. Maar die heeft best veel travel, zeg maar. Dus dat hij best lang moet hebben voordat hij het aangrijppunt, zeg maar, krijgt. Ja. Maar ja, kom ook wel. Ja, precies. Nee, denk het niet. Oh nee, daar ga je natuurlijk ook nog kans op regen. Oh, mooi. Dat heb ik helemaal vergeten. Vind je? Zo. Eerste race met mijn nieuwe wieltje. Waar heb je je bandendruk over? Ik heb punt 5 voor en punt 3 achter, maar ik heb geen idee of dat goed is. Ik heb helemaal niet kunnen oefenen voor deze baan bijna. Ik heb er wat
Kijk. Ja, kijk eerst even in Q1 en dan. Waarom was je vroeg opgestaan voor Formule 1? Zo, ja, maar ik had een dag gezegd, ik zat 5 uur mijn bed uit. Maar ik ging er nu 4:30 uit. Shit, dan was ik helemaal ready. Ik ga kijken. Had je mee hem af kunnen kijken? Ja, ik moest hem op een week gelezen. De laatste 6 minuutjes op mijn werk gekeken. Maar ja, dan gebeurde toch niks. Nee. Ja, maar de nieuwe FIA is meer van, als je een andere rijder heel erg in gevaar brengt, dan krijg je heel snel een penalty daarvoor. En dan gaan ze altijd zitten van, oh ja, dus stel er was iemand auto opgeknald, stel dit, stel dat, en dan ja, gaan ze altijd... Het was ook wel gevaarlijk, maar ja. Ik zat hier die virtual safety car ook niet. Maar ik zal wel dat hij me even 3 kleuren zon scheet, want je ligt midden op de baan. Maar hij had ook, zeg maar, via de onderkant wees, zeg maar, waar de auto's vandaan komen. En de onderkant is het meest zwakke punt van de auto. Dus als ze daar volle vaart op afkomen. Ja. Oh. Nee, niet willen weten hoe het afgelopen was, denk ik. Ik ook niet. Ja. Ja, nee, ja. Kut, zijn Zwift is zo hoerig snel weer op deze baan, hè. De vent gaat sowieso weer winnen. Een 18-0. Tankt al 17-6. Ja, ja. Tenminste, rij ik, ja. Of 5, weet ik niet meer. Waarom zit er letterlijk elke klap me geholpen, fucking Inter? Binnen. Ja. Bent iedereen nog steeds op de inters?
Iemand rijdt zelfs op de wets. Kut sensor heeft, ik kom er niet in de muur hangt. nee, Duke Tsekhar. Geen idee wie dat is, een of andere Turk of zo. Geen idee. En dan jij. Zes. Oké, okay, voor mij was mijn tijd altijd toch geen 6, 17, 6. Maar een 16. 16, 16, 7, 16, 8. Let's go auto. Let's bring the car auto. Ja, ik hoorde net in de dingen. Ik denk eerst of het is een glitch of... Het klonk wel grappig. Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Zo, ja, de zon schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gaan. Ja, ga je nog een ronde doen. Ik denk dat voor mij nog best wel riskant kan worden om in Q3 te komen, zeg je eerlijk. Immortal, kom.
confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Oh, Lucas de Zweter ook weer. Op een nul. Lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Okay, gap to the car ahead is 21.3 seconds. Right, their best lap time is a 1:17.0. Nee. Ik vind het prima zo. Ik retire mooi. Kan ik weer lekker chillen. Ik geloof het wel voor Q1. P3, prima. Niet goed, maar ook niet slecht. Geen idee, man. Van de... Ja, die zevende. Die zevende. Op zich zijn jullie ook wel een beetje z'n tweeën een steady teampje. Ja. Nou, hun ook niet eens. Het rad bepaalt. Kijk hoe we er voor staan in de constructors. Want volgens mij staan we daar keihard voor. Omdat we gewoon altijd zo constant zijn met z'n tweeën. Weet ik niet. Durf ik je niet te zeggen. Ah. Ik ben maar een bugje hier, hè. Oh. Let op, de 16-8 hier of zo. Of 16-7. Mooi zo zijn als je crasht, maar het zal wel niet. Wat, hoe is dat geen invalid? Hij ging vol over die curbs. Hij crasht ook bijna. Sam Swift. Hoe dan nou? Hoe heeft hij geen invalid daar? Dat is de grootste bullshit ooit. Wat een kutspel. Maar als hij dat rijdt, dan is hij echt een fysieke ronde. Want dat kostte wel een halve seconde, denk ik, die fout net. Ik ben helemaal klaar mee. P3. Voor mij. Wauw. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, tien. Nee, zonder jou.
Nee, toch opgegeven. Nee, je bent makkelijker. Ik hoorde geen nee, dus dat is goed. Ik zie nou als er Troje niet meer rijdt. Is nou heeft hij een hele goede vervanger voor hem. Hij staat 15e. Ja, daar gaat het om, hè. Hatsa. Nice toch? Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ben heel blij als ik een podium kan pakken deze race, want dit wordt echt ellende, ook in de race. Met de banden, track limits, alles. Ja, die is ook zo achterlijk hier, jongen, net zoals Oostenrijk. Zo dom. Oh, Q2 is ook altijd zo saai. En dan Q3 is eindelijk leuk. En dan gaat alles lekker snel. Q1 en Q2 zijn altijd zo. Ja. Maar als je in Q3 bent, dan zit je in de top 10. En denk je, nou, je kan er in de race wel wat van maken. Dus dat is wel fijn. Ik weet nog wel bij die GRV 2021, dat als je 11e was, dan had je altijd een heel groot voordeel. Want dan was je de enige die dan op medium kon staan, die dicht tegen de top 10 staat. Ja. Of je was met Q2 naar Q3 op medium. Maar. Ja, ik ben ze nou aan het aanpassen een beetje. Ik ga dit eens proberen. Ja, ook al van de gebruikte banden. Meer om de dingen te testen. Track's pretty empty right now, lots of space. Okay, engines fired up, we're set. Ik ga nog een gebruikt setje, dus het zal wel meer dan een seconde langzamer zijn. Want ik heb zo vermoeden dat gebruikte banden fucking langzaam niet zijn hier. Ja, haak maar een delta. Witte wel. Ook mooi dat Sam Surf domineert in de auto waar ik vorig jaar gereden heb. Dat is wel leuk. Ik ga toch lachen als we volgend seizoen bij elkaar zitten. Nee, ik met jou. Bijna enigste twee Nederlanders bijna, dan ook nog bij elkaar in het team, dan lijkt me grappig. En dan ook nog bij Red Bull of zo. Maar ja, het rad bepaalt. Oké, succes.
Understood. Stopping this lap. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 17.2. We don't have the data for that, I'm afraid. Welke positie ben je? Wel erg. Ja, ik crashte ook bijna. Ja, 18-0 omdat ik bijna crashte. Ja, toen werd ik iets te optimistisch. Toen dacht ik, oh. Ja man. Geen idee hoe ik van deze band druk moet vinden. New success. Okay guys, everyone be aware, the car's ready to go. Ja, dat mag ook wel even voor me staan, je doet ronde van mij zo.
Ik heb die voorband nog niet warm. Okay, just two laps of fuel remaining now. Precies een 17-0. 17-0-0-0. Dat is knap. Ik weet nog niet wat ik met die banden druk aan moet. Ik zeg dat dit wel steady, maar ik denk dat ik die voorbanden nog iets warmer moet maken. Okay, we can take you this lap. You. Ja. Sam Swift gaat eigenlijk keihard deze ronde. Mhm. En die heeft al gebruikt de set 17-4 neergezet. Iemand anders naar P1. Zo. Oh, die zijn ze weer bijna. Succes.
Lekker man. Tweeënhalf, ja, zoiets. McLaren, die is klaar, of zijn ze weg? Twinkoin, ik had nou de derde sector in. Het ziet er nou uit dat hij best een redelijke ronde neerzet. Twinkoin naar P1 met een punt 7! Tering, hé! Ja, je bent door. Nee, je bent door. Eén iemand kan nog finishen. En die is ook al gestopt, dus je bent door. Yes, waar de grote rondes gereden worden. Standing by. Nee, ik wil gaan aansluiten, ik voel me zo alleen. Ja, maar dan moeten we de banden ineens warm maken. Dan denken ze, oh ja, kut, we moeten de banden nog warm hebben. Thank you.
Succes, man. Ik verneuk bocht 1 elke keer. Nou, komt hij aan met de 16-5. Oh nee, hij moet nog een ronde beginnen. Wat een homo. Ja, ik ook, maar... Oh, bocht 1 ging dan zo kut weer. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik heb ook nog een kampioenschap na te denken, dus... ja, 14 punten. Vraag me niet hoe, maar... Ja, het gaat steeds slechter, maar toch gaan er steeds meer punten bij. Ja, man. Ben ik straks gewoon 6 kilo doen. Ik zou doen. In sector 1. Nee, ik was bijna gespind, jongen, bocht 1. Oh, nice. Oh, 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 oh. Bij mij 3. Wat heb je? 1, nee, je hebt geen paar sect 1. Jezus, mijn sect 1 was echt teringruk. Ah, je hebt best wel een goede sect 1, hoor. Oké, our best lap so far is a 1 minute 16.9. Alsof je bandnemer naar de kloot hebt gereden, die sect 1. Ik heb een 3 op deze
Yes, I'm going out. Checks complete. Everyone yep. Be aware, we've got a car leaving the garage. Maar het Lucas al aan zijn ronde beginnen. Ja. Maar de zon lijkt onder te gaan of zo. Heel raar. Misschien de baan kouder. Kan misschien dat hij daarom weer naar buiten is, die Lucas. Damn. Vieze sandbaggen. Kijk aan mijn lap in. We've only got two laps of fuel left. One minute to go. Thirty seconds left in the session. Right, let's have you in at the end of this lap, please.
Waar heeft die Toyn Coin last van, man? Tering. En die ene keer in P2 ook. Wauw. Oké, dat wordt bijzonder. P5. Wat een ronde. Punt 3, man. Doe normaal. Soms hebben mensen hun baan mee. Ik weet niet hoe het zit met fuel hier eigenlijk. Net hier. Hart. Yep, de harts. Even die clutch weer testen. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Okay, radar is clear. Weather is looking good for now. What the fuck is Toyn Coin on the soft? Nou ja. Ik denk dat Toyn Coin gewoon keihard wil wegrijden. Ja, of gewoon dat hij zo'n groot gat heeft dat hij gewoon een goede pitstops kan maken. Maar hij heeft een punt 3 gereden, dus misschien heeft hij al gewoon de pace om hem gewoon weg te rijden. Had hij gewoon deze race domineert.
don't know. Maar ik denk dat soft in ieder geval een hele slechte race van is. Denk ik. Parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready. Oh shit, hey. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Less than a second separates you. Okay, they're on fresh hards. Their tyres are just one lap old. Time last lap was a 1:28.2. Okay, clear. Good job, that was the fastest lap of the race so far. We'll be right back.
Okay, push, push. Gap to the car behind. 0.9 seconds. Okay, they're on fresh hards. Their tyres are 3 laps old. Looks like the car behind has a small amount of damage to the front wing, but it doesn't seem to be affecting performance. Just be aware. Your last lap time was a 1 minute 20.5. Flag. Alright, we'll be doing one more stop today. One stop left in this strategy. Okay, your pit window opens in 9 laps time. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Nee, ik zet het hard. Meeting red ik niet tot het einde. Ik kom een goede zet voor jou zijn, maar je staat nog derde. Nee, nee, nee.
Nou, wat een lastige kwestie. Nice toch? Even kijken. Oh, dan moet ik even door de ding heen. Nou, ik ben verwend dat ik de dingen heb. Oh nee, wacht. 20-7. Waar ben jij? Oh, oké. Okay. Maar de rondetijden worden toch alleen maar sneller, want de auto wordt lichter. Nee. We hebben wel een lichtere auto op de medium, dus dat is fijn. Dus melk minder slijtage. Ik ben benieuwd of ik Sam Swift bij kan houden. Ik ga er niet van uit, maar je weet het nooit. Ik vraag naar vehicle conditions. Al een heel klein beetje bodywork schade, maar... Ik ook niet. Maar ik ben wel blij mee. Ik vraag zo houden, geen Arnie. Hoeveel procent? 22. Ben je aardig aan het gas geven? Nee, valt mee. Wie staat helemaal laatste? Is dat nou Lucas? Oh nee, dat dacht ik. Lucas moest wel de nieuwe voorvleugel hebben. Zag je dat in de eerste ronde? Met de staart? Nee, voor mij niet. Die ene keer Alfa Tauri, die tweede stond. Daar had hij een gezellig beukje mee. Nee, die zakt altijd al altijd terug in de race. Ik denk het ook wel. Nou, ik denk het niet. Beetje in midfield.
Okay, mate, we might need to look at a new race strategy after that. I've got some options for you, so go and check your MFD. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Got that, confirmed. Oh, mijn achterban is al heet. Oh. Okay, clear. Yo. If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety car. Okay, car behind trailing us, 2.7 seconds. Gespeend of niet? Good swing. Approaching the pit window and you're going to be on mediums.
Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Come on, you can win that place back. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Ja, dat is dikke ruk. Okay, go, go, go! That stop wasn't great, we've lost some time there. Nee. Ik had te veel te laat in de... Schijnbaar heeft mijn pits helemaal vooraan de pitstraat, dus ik had de volgende keer al die knop gedrukt. Dus dat is niet veel. Okay, gap to the car behind. Car behind, 12.0 seconds. Currently, the fastest lap is a 1:19.6. We don't currently have the data for that request. We'll be right back.
Wow, joh. Ik zie hem niet staan in ieder geval. Ja. Nou, trouwens, weet ik niet. Ik denk het niet. P8. Managing your tyres, manage your tyres. Nice move, good job.
Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 0.8 seconds. They're on old mediums. Their tyres are 5 laps old, and the time last lap was a 1 minute 20.1. Okay, so you're gaining by 1/10 a lap. Ik ben echt beter mijn strategie hier aan het bepalen. Dit is echt belachelijk. Strategieën zijn zo slecht. Maar god. Just 5 laps of fuel remaining.
Tyre condition still looking good. Right, we've got enough fuel for three more laps. Ik kan er geen kut meer van, jongen, echt. Okay, final lap, let's go, final lap. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 3.3 seconds. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Oh my god, ik ben zo slecht. En Sam Swift weer met zijn hoeren Engelse kutkop is weer tweede. Omdat die anderen natuurlijk allemaal weer penalties hebben. Oh my god, jongen. Een kut seizoen. Echt, gadverdamme, gaat weer zo slecht. Niet normaal. Ik weet je hoe lang het geleden is dat ik op het podium ben gestaan, ouwe? Dat is echt niet meer normaal. Dat is meer dan 6 races geleden, denk ik. Dat is echt belachelijk slecht. Tjongejongejongejonge, echt waar. Kutkneus dat ik ben, jongen. Ik kan er geen kut meer van. Hoe kan dat nou? 560 rijden. Ik dacht, ik ga naar binnen voor de snelste ronde, als dat de laatste ronde. Maar je bent hem gedelegd. Wat is er zo? Oh, vijfde. Maar mijn strategische keuzes zijn zo slecht, jongen. Ik weet gewoon niet hoe ik dat kan doen. Het is gewoon belachelijk kut, gewoon. Niet dat die gasten verstand van hebben of zo. Ja, elke race voor ze.
Normaal gesproken is het elke keer, nou, dan hebben hun die hele verse banden aan het eind. Dus dan halen ze zo die gaten naar binnen, dus rijden ze zo naar voren. En nou heb ik het een keer gedaan en dan zijn die mediums zo belachelijk slecht. Oh. Oh nee, ik vond ze echt kut. Ik kan er geen kut meer van, joh. Het is zo lang geleden dat ik een podium heb gestaan, ouwe. Fucking hell, man. Dat ik nog aan de leiding van het kampioenschap zit, is echt een wonder, gewoon. Ik snap echt niet hoe dat kan. Ik denk dat nou ook maar 1 of 2 punten verschil is. Puur omdat die Mogol altijd geluk heeft, maar... Tjonge. Echt waar. Ik weet echt niet hoe het de man, als ik nog een race win aankom in dit seizoen, dan is dat echt knap. Want ik ben zo slecht op het moment. Dat is echt niet normaal. Mijn pace is zo slecht in de race. Dan hebben we ook Qatar dit seizoen. Ja, oké, ik word geen kampioen. Maar Qatar ben ik zo slecht. Fucking hell. Ja, 14 april pas. Maar dat is de meest slechte baan die ooit gemaakt is. Maar wij hebben er een week tussen nou, dus... We hebben nu een week niks. Ja. Japan, dat is ook zo'n kut, man. LRN ook nog. Ik weet ook niet of ik kan rijden. Ik snap niet hoe ik zo erg kan afzwakken in de race. Dat heb ik nog nooit gehad. Het is echt wel andersom bij mij. Ja, maar überhaupt een geel met pezen terug. Ik moet mijn hele ERS er bijna doorheen janken om überhaupt erbij te blijven, weet je wel, in de top 3. Oh, dit wordt nog wat, jongen. Echt. De aankomende races worden steeds kutter.
Qatar heb ik echt geen zin in. Dat wordt echt gewoon drama. Daar word ik echt 7 of 8, denk ik. Ik kan ook niet tegen dat het zo lang geleden is dat ik überhaupt op het fucking podium heb gestaan. Dat is echt zo lang geleden. Ook door mij geschuld, maar... Want ik kan al een beetje hopen, maar Abu Dhabi had ik best redelijke race pace. Ja. En anders was ik tweede. Ik kan hem op pole rijden, alles. In de race heb ik toch even geen pace. Dat is echt niet normaal. Maar ik kan er gewoon niet met mijn kop uit. Deze game is zo niet lekker in de race. Die auto is zo gevoelig en je kan gewoon helemaal niet. Bij die vakjes naar de chicane, ik kan hem in z'n 6 nemen met hele nieuwe banden, dan lukt dat nog wel. Maar als ik op een gegeven moment oude banden heb en ik neem hem in z'n 6, dan heb ik onderstuur en dan schiet ik wijd. En als ik hem in z'n 3 neem, of in z'n 5 neem, dan heb ik weer te losse achterkant. Dan denk ik bij mezelf, ja, en ze geven 5,5 versnelling of zo dan. What the fuck, jongen, het is zo krom. Ik vind deze game zo niet lekker rijden in de race. In mei of zo? Of april? Kijk wat ik ga Nou, ik wil gewoon dat hij lekker in de... Ik zeg het die game zo vaak, maar F1 2021 was de perfecte F1 game. De quali was leuk en de race was zo leuk. Die auto's waren ook voor sowieso veel leuker, daar niet van, maar... Oh, en de race was die zo lekker, jongen. Niet normaal. Ja, een time trial, ja. Nee, maar zeg jij, je bent een midcorner minder vaak kwijt, maar het ligt meer aan je exit. Ja. Maar als die auto pas begint te glijden, als ik op de bocht heen ben, dan heb ik geen zin om te gaan corrigeren. Zo over je banden. Ik vind het gewoon echt belachelijk dat die auto's zo slecht zijn in de race. Maar kom ook een beetje door die marbles langs de weg. Die zijn ook veel te erg. Dat zei Jan ook meer ook. Je kan gewoon niet inhalen door die kutdingen. Nee, want op Kota, waar heb je dat heen? Daar zijn die ook. Je kan maar één lijn rijden. Ja. Er is nu ruimte. Meerdere lijnen gaan rijden. Echt hoor. Nou ja, ik ben in ieder geval sowieso top 3 dit seizoen, dus daar ben ik wel tevreden. Nou ja, tevreden. Prima. Dus ik heb sowieso een bekertje, maar... Drie. Ja, ik heb ook mijn oude stuur die ik ook aan moet geven. Dus hier, neem maar. Ik kan geen ruimte meer. Ja, joh. Hij zei, ik doe maar in de kast. Ik zeg, jij doet maar. Ja, doe maar. Waar staat de... Waar staat überhaupt de schild? Ik dacht, als ik nog een beetje hoog sta. 15e. Ik heb een punten gereden. Nou, prima. Maar die race daar voor, die heb ik niet meegeteld.
Nou, ik. Dan wordt hij weer aan het rad gedraaid. Dat ligt er voor mij aan hoeveel races je mee hebt gereden. Dus sinds dat jij vaste rijder bent, hoeveel races je mee hebt gereden. En of je natuurlijk wel een beetje resultaten hebt. En dat zit denk ik wel goed, want je bent altijd wel Q3 bijna. Dus ik denk het wel. En anders wordt er geloot, maar... Ja, je zit sowieso wel erin zo vol te zoomen. Maar er zijn slechtere rijders als jou. Dus dat is, die gaan er sowieso eerst naar gekeken worden of die eruit geknikt worden. Kijk, ik zit er sowieso gelukkig in dat ik natuurlijk top 3 ben rijden. Maar dat scheelt alweer. Ja. Ja. Nou ja. Ik, ja, ik ook. Morgen weer werken. Kut, sorry. Yo. Wat? Oh ja. Nee. Het is alleen dat dit stuur nou kan werken. Dus, ja, ja, zeker. Het is gewoon een groter stuur. Dus met die kleinere, scherpere bochten dan is het even wennen. Maar... Komt wel.